Goedenavond, mensen. Ik zei Rian, de nieuwe verslaggever van de Kasteelbode. Ja, de Kasteelbode. Oh, ik hoor op mijn koptelefoon dat we het nieuws live moeten gaan doen. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is het NOS-journaal met Urian. Goedenavond, mensen. Oh nee, dat is al niet goed. Goedenavond, dames en mensen. We zijn hier live in de Koppelpeerde in Kleindem bij de Kleimetsersavond waar de winnaar nu al bekend is. Ja. Bij een huis in het Groot Zuiderveld is woensdagavond een hond ernstig gewond geraakt. De 49-jarige G.D. heeft bij het bezorgen van de kasteelbode door de brievenbus van de voordeur gegooid, die met een klap bovenop de hond viel, waardoor de hond ernstig gewond raakte. Oh nee, dat is niet goed. Nee, dat is weer vaak nieuws. Want de kasteelbode die valt niet met een klap op de deurmat. Nee, de kasteelbode die dwarrelt naar beneden. Gisteravond, rond 1900 uur, is Toon van de Ven opgepakt. Twee politieagenten hebben hierbij een hernia opgelopen. Tijdens een interview sprak Toon schande uit over deze agenten. Het enige wat ze daarop te zeggen hadden was: zo, Toon is gezet. Tegen kapster Patty van Total Look is een internationale opsporingsbevel uitgegeven in verband met een mislukte koep. Shownieuws. Zanger Bart van der Stelt heeft weer een nieuw nummer. 06-23-48. Sportnieuws. Bij de laatste derby tussen de Boys en Beredi had tussen de Boys maar liefst 80% balbezit. Moeten wel bij vermelden dat André Zegeren in de rust de bal mee de kleedkamer had ingenomen. Ik hoor op mijn koptelefoon nog een nagekomen nieuwsbericht. De Dusselse bevolking is blij met de nieuwe gemeente Aldena. Ja. Ja. Want nou hebben we gelukkig niks meer met die werkendammers te maken. Ja, ja. Overigens is na bevolkingsonderzoek gebleken dat niemand de oude Dusselse komborden wil kopen, omdat er ook werkendam op staat. Hey, ik weet wel een paar dingen waar dat gegeren aan vast wil zitten. Als eerste natuurlijk de carnaval. Daar willen we allemaal wel aan vast zitten. En dat kan niet beter beginnen dus, ja, als sinds jaar en dag weer eens een keer een complete raad van 11. En waar zitten ook aan vast? Ja, aan oude mies.
Nou zit ik er mistertijds heel geren aan vast hoor. Ik zei bijvoorbeeld gruwelijk blij dat ik een mies heb die nooit klust. We hebben toch wel eens gezien, dat programma van Help, mijn man is klusser. He? Dan gaan ze kijken bij zo'n hurk die is begonnen met verbouwen en die het helemaal verkloot heeft. En dan als beloning, dan maakt een ander het nog af ook. Nee, ik zei er gruwelijk blij mee dat mijn mies helemaal niks kan. Ja. Ik hoef geen BH te kopen van Marlies Dekkers. Hij krijgt een gewone nog niet open. Daarom snap ik er ook geen zak van dat die meiden van de voetbal een les haaien aangegeven voor me too. Ja. Nou bleek dat hij moest scheidsrechteren bij de dames van Dutchse Boys en dat hij een muntje bij hem haaien om te tossen. Toen zei hij, in welke hand heb ik mijn fluit? Opgepakt door de politie. En dan zijn er nog dingen waar dat je mee dat je er aan vast zit denkt, hoe kom ik er weer vanaf? Zoals hondenstront. En een hond die schept nou eenmaal geen gouden munten. Maar als je die stront opruimt, hoeft die niet op yoga. Want als je zo staat, dan doet de zonder dat je het in de gaten hebt, de downward facing dog position. Oftewel, de neerwaartse hond in zijn kleindamst. Die papieren zakjes, dat is niks. Maar ik heb een oplossing voor het hele probleem gevonden. En die krijgen van mij als ik de volgende vraag aan jullie stel, die in Nederland heel gevoelig leed. Willen wij in Kleindam meer of minder hondenstront? Minder. Ah, dat was hoofd en ik al op, hè. Ja. Nou, dan zit de zaal vanaf nu helemaal vol met leden van de nieuwste partij van de gemeente Altena. De Partij ter Opheffing en Eliminatie van Poep. Afgekort, Poep. Iedereen hondenbezitter die maakt voortaan die 68 euro die ze anders betaalde aan een hondenbelasting aan mij over. En dan krijg je van mij tips en spullen. Tip 1. Je moet de dunste boterhamzakjes vatten. Daar kan er ik weet niet hoeveel van meenemen. En daar heb je maar één hand voor nodig om die een drol op te pakken. Kijk zo, hè, je zit de hand eromheen en je vat hem vast, draait dat zakje weer om. En dan blijft je hand ook nog lekker warm totdat je bij de eerstvolgende melkbak bent. Kost dan ook geen drol? Als zo'n hond nou s'avonds in de donkere tussen de bruine blaadjes het stond schijten op het openbaar groen en je hebt het ongeveer wel gezien waar dat die stond, maar je ziet een drol niet meer liggen, dan zet er dus vlaggetje zetten erbij. Dus vlaggetje. En dan gaat het een andere mergen. Gaat het naar de vlaggetjes toe. Daar staat een barcode op die alleenig maar bij jou een hond past. En met deze pieper, die krijgt er ook bij, kan er dan om een barcode scannen. En als er dan stront is van jou een hond, nou dan valt uw zakje en kat in bakkie. Goedenavond, mensen. Ik zeg goedenavond, mensen. Hey. Ja, goedenavond. Ik zal me nou even voorstellen. Mijn naam is André. André Lon. Omdat ik het waard ben. Ik zeg altijd maar zo. De André geknipt en geschoren. Je valt op als nooit tevoren. Ik ben voor mijn eigen begonnen in Walk. En ik vind dat ik de mooiste kapsalon heb. Ja, mooi. Misschien niet. Maar wel de kleinste kapsalon van heel Walk. En die heb ik ook moeten verbouwen, hè.
Als ik maar binnenkwam, kwam met een veurder zo tegen mijn stoel aan. Toen heb ik de verbouwd en heb ik de deur de andere kant laten draaien. Dat was een grote verbouwing. Ja, groot. Eigenlijk helemaal niet. En eigenlijk ook een wachtruimte. Ja, wachtruimte. En dat is ook gelijk mijn wc. Ook gelijk waar ik de haar uitspoel. En ook gelijk wat 30 centimeter kaas hangt. Ja, want de meterkas past niet. Mijn kapsalon zit in een doodlopende straat. Nou ja, doodlopend. Dat noemen ze doodlopend, omdat aan het einde van de straat een begraafplaats is. En dan waren we de laatste keer, en dan moet ik erbij zeggen, dat ook al in de krant gestaan, dat ik de terugst bezochte kapsalon heb van heel Walk. Ja, het zit altijd vol. En nou ben ik de eerste kapper met een onderscheiding. Ik schaats ook heel graag. En ik ging enkele maanden geleden naar de ijsbaan. En ik zie daar een mooie vrouwke gaan over het ijs. Dus ik ging wel indruk maken. Ja, indruk. Dus ik ga op de ijs. Ik zet mijn eigen af. Ik kom los. Ik maak een driedelige rietberger. En ik naai vol met mijn knie tegen de bording aan. Lach je hoor, Sjoukje Dijkstra. Toevallig was het die schellende rok. En ze wist niet hoe gauw ze mij moest oprapen. Nou ga ik haar vast en zeker op mijn stemmen met de gemeenteraad, zegt ze tegen mij. Ik zeg, Hetty, niet om het een of het ander, maar ik ben op mijn knie gevallen en niet op mijn achterhoofd. Ja. Naast mijn kapsalon zit er zo'n zware tent. Oh ja, zware tent. Dat is eigenlijk een hele zaak. En die zware zaak naast mij, die heeft een grotere kapsalon dan ik heb. En dat is wel een hele leuke Marokkaan als mij. Dat is Lachmet. Van de week stond ze de tapijt uit te kloppen. Ik zeg, wilt u niet starten, buurman? En toen laatst kwam er iemand bij mij binnen. Hij zegt, doe maar twee bier. Ik zeg, maar hij verkoopt hier helemaal geen biermanneke. Ja, zegt hij, dan staat er op de veurgevel. Bar, bier. Nou, wou ik verschillende kapsels. Ja, verschillende. Australische kapsels. Zoals Schijnek, Sydney. Ook Slovaakse kapsels. Zoals Schijurgen. Zoals Karlsic. Als vader zie ik eigenlijk niet zoveel. Die blijft allemaal plekken in de kroeg. Maar sinds kort weten we dat hij daar eigenlijk niks aan kan doen. Nee, hè, want dat is de ziekte van Lyme. Alright. Ik zal me gelijk even voorstellen. Ik ben klaar. Komen. Mijn man, die heet Wil. Wil komen. Precies. Ik heb gestudeerd. In Bels, bij Goedele Liekens. Ja, ik ben bekend afgestudeerd seksologe. Ik was vroeger al geïnteresseerd in de seksologie. Vroeger toen ik klein was, zat ik met ons pa en ma in bad. Ik zeg tegen ons pa, waar ga je dat tussen uw benen hangen? Hij keek me aan en hij zegt, daar is de sleutel naar de liefde. En ik zeg tegen ons moeder, wat heb jij dan tussen jouw benen zitten? Zegt ze, daar is het sleutelgat naar de liefde. Dus ik zeg, oh, de buurman heeft dezelfde sleutel. Maar goed, ik ben dus bekend afgestudeerd seksologe. Ik heb nog niet alles afgerond. Ik heb inmiddels wel alles afgewerkt. Je moet de manier al te letterlijk nemen. Maar ik heb kaant alles afgewerkt, behalve mijn praktijk. Daar zit het probleempje. Daar moet je
met je partner moet je dat praktijk gaan doen. En ons Wil, die wilde niet mee. Die kwam erachter dat hij niet met goede het examen moest doen, maar gewoon met mij. Dus nou vertikt hij het eeuwig. Ondertussen had Brian van Dortmund gehoord dat ik niemand had voor het praktijkexamen. En dan had hij wel oren naar. Dus die belt mij op. En die zegt, klaar, ik wil wel met jou mee naar de examen. En dan moet je snel denken, hè. Dus ik zeg, Brian, anders zet het even voor me op de mail. Maar goed, dan belt hij even later terug. Dan zegt hij, wat is het adres eigenlijk? Dus ik de adres gegeven. Belt hij later nog een keer terug. Zegt hij, @hotmail. Is @ dan met een D of met een T? Nou heb ik gehoord dat ons Brian helemaal niet tegen bloed kan, hè? Dat zal ook wel de reden zijn waarom hij nog nooit langere relatie heeft gehad dan 3 weken. Nou is ook bewezen dat mensen met een kaal achterhoofd, die zijn lui in bed. Dan gaan ze zeg maar... Ik was nog steeds met ons Urian. En we lopen Takkenwijf tegen het lijf aan. Ik zeg tegen Takkenwijf, kijk. Dit is mijn 2e man. Takkenwijf die kijkt zo. Ja. Dat had ook niet mijn eerste keus geweest, nee. Kom nou maar, schiet nou toch eens op, joh. Oh, moet ik hier naar boven? Ja. Ach, het is toch verschrikkelijk met euren. Zet hoogtevrees, pleinvrees, claustrofobie. Maar is het hier toch hoog? Ach, verschrikkelijk. Oh, ik krijg het helemaal benauwd. Oh, hier. Niet blazen. Je moet zuigen. Niet aan de zakske, maar al die pillen die erin zitten. En daar moet ik nou mee gaan backpacken. Ja, ik wil de wijde wereld in. Ik wil van alles zien. En ik heb zoveel plannen, hè. En ik heb mijn eigen ook al helemaal ingelezen. Ik weet alles over bed en breakfasten en over de buurtbus. Ja, nou zijn we al 2 jaar aan het lopen, hè. En we zijn dus er nog niet uitgewiesd. Nee, hè. Want zij heeft grensangst. Ja. Maar ja, met geen geld, een koffer ophoeren en dat blok aan mijn benen, dat komt er natuurlijk helemaal nergens, hè. Ja, en toen moesten wij dus als echte backpackers een baantje gaan zoeken. Ja, de spaar was 2 weken dicht. Dus Marcel zegt, kom maar bij mij schoonmaken. Ik zei, nee, dat gaat niet. Want zij is allergisch voor schoonmaakmiddelen. Hoezo allergisch voor schoonmaakmiddelen? Dat wist ik helemaal niet. Dat had jij wel eens tegen mij mogen vertellen. Ja, want iedere keer als wij op het voetbalveld langs Aad Valk lopen, dan begint zij allemaal te zweten en te niezen en dan krijgt ze overal uitslag. Ja, dat klopt wel, maar hoezo dan allergisch voor schoonmaakmiddel? Nou, Aad Valk is voor Ajax en Ajax is dus schoonmaakmiddel, hè. En daarna stapt de Kees Waals binnen. Ja. Oh, en die schijnt tegenwoordig ook een extraatje bij te verdienen, hè. Mm-hmm. Ja. Die kan tegenwoordig water in wijn veranderen. En die is er nou mee bezig om een hele dure wijn te maken. Eén van wel €450 een fles. Ja, maar wie koopt er nou? Trump. Trump? Ja, Trump. Ja, nou wat is er dan voor wijn? Witte huis wijn. Witte huis wijn. Ik heb ze nou één keer meegekregen, hè.
Helemaal naar de Chinezen, de lange muren Sleerwijk. Maar ja, dat kwam omdat ze in al de gemeentes van Altena die naambordjes weg hadden gehaald.